zijn. En ik zei, praat Nederlands met me. You care? Even Nederlands met me. Mijn gevoel zegt mij dat wij vanavond samen kijken. Hallo lieve Nederlanders. Vandaag kom ik met vijf dingetjes die voor mij heel belangrijk waren om sneller Nederlands te leren. Dus en dan zit jij te denken van, hoe help ik mijn partner het beste, even mijn telefoon zo doen, het beste om Nederlands te leren. Dus ik heb vijf dingetjes die bij mij wel heel veel gewerkt hebben. Als mijn man niet had gedaan, was het waarschijnlijk anders geweest. En ik weet dat mijn Nederlands niet perfect is, niet helemaal geweldig. Maar ik heb het heel veel geleerd. Ik kan iedereen verstaan. Ik begrijp alles wat tegen me gezegd wordt. En dat is natuurlijk heel belangrijk. Je wil als je partner hier is, dat zij zich op gemak voelt en zich integreert. En dat is ook heel belangrijk. Dus ik heb vijf tips voor je. Ik hoop dat je het leuk vindt. En mijn allereerste tip is stimuleren. Maar hoe doe je dat, stimuleren? Hoe ga je het zeggen van, ja, je moet Nederlands. Iedereen moet niks. Snap je? Maar wat doe je dan? Je moet geduld hebben. En samen kijken naar een website. En kijken naar een woord. Wat betekent dat woord? En hoe spreek je het woord uit? En dat rustiger uitleggen. En ik merk dat Nederlanders niet zoveel geduld hebben met leren. En als je dat bent, nou, dan is het helemaal geweldig. En er zijn heel veel boeken waar je Nederlands kan leren voor de examen bijvoorbeeld. Zoals Naar Nederland. Dit is echt puur meer over Nederland. Heeft niet zo heel veel met taal te maken. Je hebt Op Weg. De naam van het boek is Op Weg. En je hebt de basis examen inburgering van AD Appel, geloof ik. Studieboek heet dat. Van AD Appel. Dat kan je allemaal vinden daar bij bol.com. Bol.com, hier. En dat kan je daar allemaal vinden. En ik zou zeggen, boeken kopen, websites, geduld hebben, spreek het woord goed en duidelijk uit. En dat is mijn tip 1. Tip 2 klinkt een beetje raar. Je wil natuurlijk dat je partner hier gelukkig is. Dus je doet van alles om haar op haar gemak te maken en zo. Maar liefst, zij gaat of hij vragen van, ik wil tv-zender kijken van mijn land. En soms moet je, heel vaak moet je ook voor betalen, bijvoorbeeld een Braziliaanse zender om hier te kijken. Het kost best wel wat geld om bij te hebben. En je wilt dat natuurlijk doen, zodat ze de hele dag haar ding kan kijken. Maar doe dat niet. Niet. Verzin maar een lulverhaal, zeg dat het niet bestaat of dat heel duur is, whatever. Maar nooit geen tv-zender van haar land, van zijn land bestellen of kopen, betalen, abonneren. Want ze gaat daar alleen maar daar naartoe kijken. Dus beter niet. Geen tv-zenders. Zeg maar gewoon dat niet kan. Dat gaat sowieso wel begrijpen. Mijn tip nummer 3. Zoek een goede cursus die in de taal van je partner gegeven wordt. Ik ben bijvoorbeeld Braziliaans. En als je partner ook Braziliaans is, iemand die in Portugees les kan geven. Het is veel makkelijker te begrijpen, te verstaan. En het kan je ook makkelijker je vraag vragen. Je kan makkelijk begrijpen. En ik merk heel veel bij veel van mensen die praten Portugees. Die praten niet zo goed Engels en die krijgen les in Engels om Nederlands te leren. En dat krijg allemaal je hoofd niet helemaal goed door. Dus zoek even op internet. Ik weet even niet uit mijn hoofd welke cursus dat zijn. Dus het liefst in de taal die zij ook begrijpt. Yes, dat is mijn type 3. Mijn tip nummer 4 is praat altijd Nederlands. Als jullie samen goed Engels kunnen praten,
of goed Spaans. Of jullie hebben jullie eigen taal gecreëerd. En jullie kunnen wel elkaar verstaan door gebarentaal of whatever. Goed. Probeer gewoon voortaan vanaf nu alleen maar Nederlands te praten. Maar dan zeg je, ja, maar dat verstaat ze nog geen reet van. Maar ze gaat ook een keer doen. Je moet gewoon een keer gaan proberen. En dat komt ook weer bij mijn tip nummer 1. En dan ga je rustig uitleggen wat dat woord betekent. Koop een woordenboek. En hoe meer zij hij Nederlands hoort, hoe meer hij zij Nederlands tussen de Nederlanders is en Nederlands ziet, hoort, praat, hoe sneller gaat ze ook praten. Het is gewoon een feit. Het is bij mij ook gebeurd. Dus binnen een jaar kon ik al heel goed Nederlands praten, want ik kon ook niet anders. Snap je wat ik bedoel? Dus echt was helemaal geweldig. Gewoon altijd Nederlands praten. Ik stond echt van, oké. Mijn schoonmoeder bijvoorbeeld, ze praat geen woord Engels, alleen maar Nederlands. En met haar in het begin was een beetje oké, gebarentaal. Maar doordat zij geen Engels kon, heb ik heel veel Nederlands geleerd. Dat klinkt een beetje logisch, vind ik. En mijn allerlaatste tipje is een werk voor de zoeker, voor je partner. Een werk waar ze met de mensen mee kan werken. In fabrieken of weet ik veel, waar ze met de mensen is. Ik heb bijvoorbeeld thuiszorg gedaan. En dat is ook een geweldig werk om te doen als je net hier in Nederland bent. Of een vrijwilligerswerk met oudere mensen of met kinderen, met mensen die praten, snap je? Dus bij thuiszorg ging ik dan werken. Je doet schoonmaken, maar de oudere mensen gaan heel veel praten. En dat was heel goed. Het stimuleert mij ook heel veel om te praten, om naar ze te luisteren. En ze leerden mij ook altijd nieuwe woorden. Dus thuiszorgwerk was voor mij echt perfect. En dat is mijn laatste tipje: een werk zoeken, een vrijwilligerswerk, waar ze even met de oudere mensen iets kan doen. Of ja, tussen de mensen. Gooi haar, zij, hem, je ding, je man, je partner, je liefde, je geliefde. Tussen de Nederlanders, zoveel mogelijk. Gewoon integreren. En dan gaat ze echt heel snel leren. Geloof me. Ik ben hier een hoe heet het daarvan? Binnen een jaar kon ik al best wel veel praten, verstaan. Dus 5 echt top tipjes die voor mij heel goed hebben gewerkt. Dus ik hoop dat het lukt. En ik hoop dat dit filmpje zinvol is geweest. Zowel duimpje omhoog, zo niet. Duimpje omhoog ook. Hoe meer duimpjes, hoe beter. Nee. Oké, dus bedankt voor het kijken en tot de volgende filmpje. Daag!